Leo Renaarde is er morgen van in de event van Renaarde. En dat wordt gehouden in het Olympisch Park in Utrecht ergens. Hey, goedemiddag mensen, welkom bij een nieuwe vlog. Mijn naam is Isaac en het is vandaag dinsdag en ja. Dan ben ik zometeen, want zometeen ga ik mijn moeder even echt lunchen. En tot de tijd ga ik even werken aan mijn video voor gisteren. Het monteren, niet zo erg bijzonder. En de rest zien we wat we toe gaan doen. Ik hoop dat je ook een leuke dag hebt vandaag, of krijgt. En dan zeg ik tegen jullie goedemorgen. Zo. Ik ben klaar, het is een deel van mijn werk. Twee dingen er gebeuren. Dan doe ik het aan mijn window ergens. Eens even een koffie maken. En al die dingen, weet je. Dus ja. Ik vond het nieuwe eindkaartje zo mooi. Dat moet ik zeggen. Alleen, er staan gewoon dingen bij die het anders mogen. En dat doen we nog een keer. Zo, de zon. Een randje. En de zon. Je stelt helemaal mijn schaduw op de camera. Nou, ook wel mooi, dit. Ik ga koffie maken. Even tv kijken, denk ik. En verder met de video. Zo. Ik ga even mijn moeder meten. Want dan ga ik even wat in een leuk lunchje. Dus dat ga ik even doen. Dan gaan we even naar het. Sorry. Dat ga ik jou even doen. En. Ja, druk met fietsen, maar god, hé. Fietsen is de klas. God, ik kan net langs. Dus ja, dat ga ik toch even doen. Ik ben er al bijna nooit aan de van, maar zo, even wachten. Dus ik kijk je zo weer. Zo, ik had gehoord dat mijn bureau is. Dus dat gaan we even kijken. Ik kan over. Dus ja. Snel ik even wat eten met mijn moeder. En dan even chillen. Want de video staat heel in de upload. Dat duurt ongeveer 3 uur. Dus we zijn allemaal klaar met de video, lekker. Ik kan hier gezet alles. Ik kan er net langs, joh. Druk in het. druk bij de. En dan gaan we moeder aan. Pardon? Dank u wel. Goed, daar zijn we. Dag moeders. Ja, ik had in de buurt. Ga even draaien. Ja, ik was in de buurt. Wat was je al buiten? Ja. Ik moet eventjes dat opvangen als ik dat afgeven bij de boemerang. Mijn promotieshirt moet je dat afgeven. Bij welke boemerang? Ook voor het werk. Oh, ja, beneden. Ja. Ah. Moest ik een promotieshirt afleveren van een boemerang. Oké. Morgen heb je het weer. Ik was het vandaag. Dinsdag, morgen. Morgen.
Texas op woensdag. Dat heb ik niet gegeten. Ik miste mijn visboer al, maar die komt morgen. En vrijdag. Ik ga je bestellen, schat. Een tofu moet ik Ja. Maar eet even, koffie. Hè? Eet even koffie. Ja. Zo, weer lekker te met mijn moeder. Ik ga lekker naar huis toe even. Video's kijken, YouTube-video's kijken, denk ik eventjes. En, het is gezellig. En, ja. Daar zien we het wel. Hoi. Daar zien we het wel. Wat ik ga doen. En, ik ben van eigenlijk. Ja. Morgen lekker het dakje weg. Dan rijden we er een uit. Ik heb ook echt super veel zin in. Ik ga je rings passeren. Of dat lekker rustig thuis. We willen thuis zitten, denk ik even. Ik ben niet mooi, dat wil ik niet. Maar om de hele dag ook een keer weg te gaan, is ook weer zo wat. En ja. Morgen wordt ook een leuke dag. Ook een hele dag weg. Dan kan ik morgen niet editen, dan moet ik het in de middag laten te doen. Dan doe ik geen rondpunt verder. Dat ga ik gewoon doen. Dan om 2:30 ben ik gewoon thuis. Dan kan ik een uurtje hebben met monteren van de vlog van morgen. Dat scheelt, ik hoef geen vlog, ik hoef geen extra video te editen. Ik hoef geen op te nemen, ik kan hem al gedaan opnemen. Editen doe ik donderdag, monteren van een extra vlog video. Dus dat komt er ook weer aan. Waarschijnlijk wordt dat een roomtour. Dat over 3 weken komt. Nou, dan zit ik werk ook vooruit. De video's. Ik kan helemaal vooruit en dat is best wel fijn. Ook vooral in de vlogs. Die kan je lezen in de beschrijving. Dat ik 4 dagen vooruit werk. Qua vlogs. De video's zitten dus 2 weken of 1 week vooruit. Ik ben naar thuis, dus ik ga een nieuw schoenmaker. Want ik denk dat het harde schoenen natuurlijk. En moet het nieuw aangemeten worden, denk ik. Misschien ook niet, er is niets aan veranderd verder. Dus ja, dat had ik ook erg gedaan. Toen ik helemaal een keer afspraak. Dus bij In de Mouwer, speciale schoentechniek. Toen kan ik ook nog een keer video over maken. Oh, je ziet het helemaal niet toe. Zo zien we wel. Zo. Dus ja. Dat dus net alweer even gedaan. Ik dacht het is zo lang geleden dat ik nieuwe schoenen heb aangevraagd heb. Mag het wel weer. Want ik mag 1 om de 15 maanden al nieuwe schoenen overschuw. Dat ik een speciale type schoen heb. Maar moet ik namelijk af en toe redden niet veranderd aan de schoen voeten. Zo dus dacht ik dat eventjes van wel, maar ik heb gewoon nee. Niet van het in de schoenen verder. Dus ja. Dus nou, dus dan heb ik ook weer gedaan. Ook weer taxi geboekt ervoor. Zo, ik heb lekker tv gekeken. En ja. Dan ga ik eens even verder kijken op internet. Denk ik, dat ik dingen doen. Even denken wat ik kan doen nog even verder. Misschien even naar alle YouTubers kijken. Dat zijn dingen, weet je. Verder zie ik wat ik vandaag ga doen. En, ik ben lekker aan het chillen. Ik heb net aan de site gewerkt. Een nieuwe future bedacht. Nog later nog in een video of zo. Ik weet nog niet wanneer. Ik denk dat bekend gaan maken. Maar dat wel online, dat wel. Maar nog dingen veranderen. Nog niet goed er is. En daar ga ik het pas vertellen, denk ik, in een video. En eerder denk ik niet. Dus, stay tuned. En, ja, ik ga er niet afsluiten hoor, daar niet van. Maar, het is, ik moet zeggen dat ik steeds meer. Ik had al eerder een paar keer wat verteld erover, maar. Dat ik steeds meer aan gewend raak om te gaan vloggen en. Deze dingen te gaan doen van jullie. Ik raak eraan gewend en het is nu al een vlog nummer
67 en bijna 80, dus het gaat echt de goede kant op. We gaan bijna naar de 3 cijfers. Kun je nog een vlog 1 en bedenken, herinneren? Vast wel. Hoe ik zo onzeker was en dat ik nu gewoon zeker ben. Dat ik nu gewoon al gewend ben om gewoon te gaan vloggen en te gaan doen. En ja, het kan niet zo erg spontaan zijn. Want ik ben wel, maar ja, het is wel moeilijk om dat te doen voor een video. En dat moet ik nog eventjes onder de knie hebben of dat kan doen. Dus ja, ik begrijp dat je het af en toe dus een beetje saai vinden als ik thuis ben. En ja, thuis heb ik niet zoveel dingen te doen natuurlijk, want ik heb veel dingen te doen. Maar dan ga je toch dingen te bedenken om te gaan vloggen, niet te bedenken, maar toch heb ik toch niet mijn vlogcamera erbij. Het is gewoon leuk is om dat erbij te pakken. Ik bedoel, ja, het is gewoon hartstikke leuk om het voor jullie te doen. En ik zou ook niet een extra video gaan doen, want dat was een beetje te. Ik dacht gewoon, ja, ik het wel lekker yes, in deze vlog. En dit is nu op vlog 67. En ik raak het even aangewend dat ik voor jullie dit ga doen. En morgen kom ik in het eerste event als vlogger. En vorige keer had ik ook naar het strand gaan. Toen voelde ik niet lekker, dus toen ging het ook niet door. Toen begon ik net met YouTube, met vloggen natuurlijk. Toen ik vlog, denk ik nu een vlog 4 of zo. Je zou een leuke link in de beschrijving zo ik kan vinden. Vast wel. Maar in ieder geval, ben ik bezig, om mijn site te veranderen. Niet qua design, maar denk ik meer pagina's toevoegen eraan. Ik heb een WordPress site voor de duidelijkheid, dus geen eigen site, nee, een WordPress site. Ik ga weer WordPress en ik wou deze vloggen en deze bloggen denk ik eerst. Via de WordPress site die ik nu heb. Nu doe ik het enkel alleen maar voor YouTube en mijn blogs heb ik echt verwijderd uit het systeem. Met Google eigenlijk eens een keer. En ja, daar is niet meer iets te vinden van vlogs. Blogs. Alleen op mijn OneDrive's zijn er toch te vinden. Waarom ik eigenlijk gaan vloggen ben en nu op YouTube gaan ben, is om het te laten vertellen hoe het is om te handicap te leven. Je kan natuurlijk ook typen in een blog, maar daar heb je niet zoveel interactie met je kijkers. Dat zie je wel op YouTube en dan ben je natuurlijk als vlogger ook. En ik doe het thema aan de vlogging. En ja, het is gewoon hartstikke leuk om zoiets te doen. Trouwens, het is niet voorbereid hoor. Zeker niet. Het is gewoon leuk te vertellen. En we denken mensen van, oh, is ik bereid dit voor? Nee. En zo krijg ik eerst wel. Ik heb voorbereid. Maar dit eventjes niet. Het is gewoon lekker random. Maar goed, het is gewoon ja. Het is gewoon hartstikke leuk om het voor jullie te blijven doen. En ja, zolang ik het leuk vind en leuk blijf te doen, ga ik het doen. En het is ook echt een baan geworden en ik heb geen andere dagtraining dan dit. Natuurlijk ook voor vrijwilligerswerk op mijn school. Als het niet doorgaat, ben ik gewoon met YouTube bezig. Of ja, met YouTube bezig voor jullie kijkers. Ook een weekend dus. Dat vind ik leuk om te doen en leuk om te blijven doen. En af en toe mijn site werken, blogwissel.nl. Dan zie je ook gewoon een kleine klok ook in een schrijving te horen aan de website. En ja, dan ook de linkjes daarvan. Om te kunnen samenwerken. En ja, dat zou ik ook binnenkort eventjes doen. Niet nu gelijk, denk ik. Ik weet het eigenlijk niet zeker, waarschijnlijk wel. Maar ja, de nieuwe endcard is er net gemaakt gisteren. En die heb je gisteren kunnen zien. Ik hoop een toffe endcard vinden. Nee, ik heb echt wat aan gewerkt, gelukkig. Dat is goed gelukt. En nog een klein dingetje aan veranderen. Ik kan later ook wel. Dus ja. Dat was het eventjes tot nu toe. En
Ja, ik hoop dat ik het nog kan blijven doen voor jullie. En voor het, duidelijkheid voor het geld doe ik het zeker niet voor, echt niet. Ik doe het alleen omdat ik het leuk vind om te doen. En that's it. En voor het geld doe ik het niet. Het is gewoon leuk. Natuurlijk doe ik het een beetje voor, maar wat is nou een YouTube geld? Voor mij even niets. Ik denk ik nog iets meer heb, maar dat zit eigenlijk helemaal niet. Ik kijk er niet altijd naar eigenlijk. Dus ja. Dat wil ik even kwijt. En ik hoop echt dat ik het kan blijven doen. En ik hoop echt dat jullie deze video's gaan delen. Let's Vlogs gaan delen. Want echt, ik hoop echt binnenkort 1000 abonnees te halen. Met jullie hulp dan erbij. En er zijn heleboel dingen op de planning die ik wil doen eigenlijk. En ik heb bedacht heb. Mio. Niet zo bijzonders. Ik bedacht heb voor jullie. En gewoon een verrassing komt eraan. Ik doe gewoon geen giveaways, dat doe ik niet. Maar er komt een leuke verrassing aan, dat hoor je binnenkort. Zo, ik ga even lekker eten nu. En boven, dat is altijd. En ik heb een zaterdag gekregen, gewoon koffie. Hou alleen koffie hoor. Ik kwam een chocomel. Chococino. Een karamel, ik vond het goed. En ik heb een twee soorten, ik heb nu Nesquik en ik heb Tocosino. Ik heb Nesquik. Nesto. Hierin heb ik nu. Ik moet het koud. Ik weet niet zeker, en Marcus die hier gewoon weer. En dat maak ik dat nog een keer uit, die had ik al. Dus had ik gewoon al. En ik heb bij gekocht. En ik kom om aan het maken, jongens, echt. Dus ja. Ik heb wel een paar keer verteld, ook in een video, over Rio Reinhardt. Rio Reinhardt is er morgen van in de event van Reinhardt. En dat wordt gehouden in het Olympisch Park in Utrecht, ergens, ik weet niet waar. Ik heb het eigenlijk niet in mijn hand, ook niet een fly poster. Ik gooi het er niet uit te klappen nu. Maar goed, Rio Reinhardt is een event van Reinhardt. Dat wij 15 jaar bestaan qua stichting. Qua organisatie eigenlijk. En dan, ja, ik hoop eigenlijk om eens te zijn. Dat mijn media ook is. Dat was niet, maar weet nooit. Ik hoop dat ik daar iets kan vertellen over mijn blog. Of mijn YouTube kanaal. Ik zie het verder wel. En ja, ik probeer daar een podium te krijgen in ieder geval. Iets in die trant. Ik hoop het, ik denk het niet gelukkig. Maar je weet me nooit. Natuurlijk. Als je deze video ziet, is het weer een rijden al geweest. En ja. En als het 4 dagen vooruit loopt, mijn vlog, is deze Rio Reinhardt 4 dagen eerder geweest. Dus dat houdt in dat dit zondag online komt, deze vlog, dat dit woensdag was. Dus ja. Gaat de week door je hart. Als je de hele week vlogt en als je dingen in. Toen ben ik nog vlog 70, ik bedoel, het gaat echt bizar hard. Wat ik al eerder zei in de vlog, dat het echt keihard gaat, ook voor mij. Qua views, qua zips, maakt niet zo uit, views ik ook niet zo uit. Maar qua vlog gaat het nog even echt wel snel. Ik ben altijd net begonnen, twee maanden geleden. Ik ben al 2 maanden aan het vloggen, jongens. Geet dat niet. En ja, dit is het een jaar vloggen. En 8 januari heb ik dit kanaal een jaar. Zou ook iets speciaals komen.
qua video of wat anders. Of, ja. In ieder geval iets speciaals. Natuurlijk ook met de kerst en oud en nieuw ook. Qua extra video. Dus dat wordt een beetje afwijkend van de dagen, denk ik. Dus dat kerst is ook op een. Dat is ook op een weekend, eigenlijk een weekend eigenlijk wel. Dus vandaag. Dus ja, dat wil ik even zeggen over Rio Renarde. Dat het heel, heel, heel erg druk gaat worden. Maar ook heel leuk gaat worden natuurlijk. Want natuurlijk komt er ook even media op af. Ik denk het wel. En dat is altijd bij eerlijkheid voor iedere event van Renarde zelf. En ja. Want de sponsors is natuurlijk ook. Het is natuurlijk FC Utrecht. Sponsors van de event. En nog een paar, denk ik. Ik kan niet zeggen maar welke. Maar het is er een centje van. En ik weet niet wat er gaat komen verder. Dat ik laat me morgen allemaal overheen komen. Overheen komen. En ik zie het allemaal wel wat er gaat komen. Maar ik heb gewoon geen rare. Ik heb gewoon geen plan dat ik allemaal niet wil zien. Dat doe ik eigenlijk nooit. Dus, morgen heb ik een festival / event. Dus ja. Ik heb een hele lekkere rustige dag gehad vandaag. Een tegenstelling voor morgen. Morgen heb ik een hele toffe dag. Ik heb er zin in, ik heb er naartoe geleefd. Ik heb er wat budget voor jullie gemaakt. Die denk ik nog even denken hoor. Ja, die online is geweest, zaterdag. Nou, waarschijnlijk ja. Zat er online geweest, die video. En daar gaat het over. Dus dan kan je daar ook kijken. Dat zou ik even naar je toe linken. Via een infokaart en dan via de in de beschrijving. In ieder geval ga ik deze vlog nu beëindigen. Dat doen we morgen allemaal of een toffe dag. Ga ik de vlog van morgen nu niet checken. Als je toch wel aanklopt naar mijn kanaal. En dan zou ik het leuk vinden als je het uiteindje maar goed. En niet vergeet je te abonneren hieronder op de rode knop. Of in de eindkaart. Of de annotatie kan natuurlijk ook. En dan zeg ik tegen jullie. Nou ja, ik weet nog wat. Vergeet deze video niet te delen met je vrienden en vriendinnen. Om ongeveer 1000 subs te behalen einde dit jaar ongeveer. Zou het tof zijn. Je moet niks, mag. En dan zeg ik tegen jullie tot morgen om 18 uur vlog. Doei! Later! Tot morgen! Denk ik zo met een nieuwe video. Een vlog 66. Sorry.